I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million in. Well, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga niet weekvloggen, ik ga vandaag een gewone vlog beginnen. Ik ga jullie vandaag namelijk meenemen naar een event. Ik ga naar de proefparade samen met Farah. Ik ga zo naar Amsterdam. Ik moet wel even een treinkaartje kopen, want die heb ik niet. En ja, ik heb er echt super veel zin in. Ik heb vader eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Maar ik ken haar wel echt al super lang. Dus dat is super leuk om haar een keer in het echt te zien. Ik ga nu laten zien wat ik aan heb. Ik heb weer dat suède blouse of jasje aan. Blouseje. En dan een zwarte broek. En ik doe nog straks mijn lakschoentjes aan. Dus ja. Oké, nou, we zijn in Amsterdam. Hoi. En ik ben met Farah. En ze heeft ook een blog en een YouTube kanaal. Yes. En we gaan nu naar het event en dat is daar. We zijn de hele stad doorgereden, allemaal demonstraties, ja. Maar we zijn er. Daar. Dus daar gaan we nu heen. Let's go. Cause you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Okay, we zijn klaar bij het event. En we hebben echt een mega goodie bag meegekregen hier. Woep woep! Het was echt super leuk. Ja, ik vond het ook echt leuk. En nu gaan we onze jas halen. Yes, op naar huis. Yay, op de scooter weer. Ja. Ik ben weer terug van het event en het was echt super gezellig. En dat was ook super leuk. Ik heb echt een mega goodie bag. Ik zou morgen uitpakken in een video. En die zou ik hierbij voegen. Dus ik hoop dat jullie het super leuk vinden. Ik heb echt een hele leuke dag gehad met Farah en met Iris. En ik ben ook nog heel veel andere meiden tegengekomen. Dat was ook echt heel erg leuk. Dus ja, ik ga straks slapen. Ik heb mijn warme deken al aangezet. En dan zie ik jullie morgen weer met de unboxing van de mega goodie bag. Dus ja, stay tuned. Oké, nou, ik ben er weer met de goodie bag unboxing. Dit is de tas. Hij is van Leontien Hagort. En ja, hij is super handig ook. Ik zou eerst even uitleggen wat het eigenlijk is. Wat er eigenlijk hier allemaal in zit. Dit zijn allemaal producten die ik kan gaan reviewen voor mijn blog. Dus hou ook zeker mijn blog in de gaten als je meer reviews wil lezen. Het was dus een event voor bloggers. En je kon langs allemaal standjes, daar kon je uitleg vragen die je dan in je, bijvoorbeeld in je review kon verwerken. En daar kon je dus wat meenemen als je dat wilde, als je iets wilde reviewen.
Dus ik heb een behoorlijke tas meegenomen. En ik vind het ook super leuk om voor jullie te reviewen. Dus ik ga jullie dat allemaal laten zien. Ik zal beginnen met deze. Dit is de Elite Brush. Ik weet dat jullie... Ik heb hier zelf ook al een video over gemaakt. Alleen al van de neppe variant. Dit is de echte Elite Brush. Ik wil misschien een winactie gaan doen met degene die ik al heb. Die werkt ook super goed. Kijk even in het i'tje als je wilt weten welke video ik bedoel. Ik ga een keer een winactie doen en daar ga ik die in verwerken. Dus ja, niet dat ik ze alle twee hou. Dus de Elite Brush. Ik weet niet of deze beter werkt. Ik heb hem nog niet gebruikt. Maar ik laat het jullie zeker weten. Dan heb ik wat producten van het merk Blazy. Ik ken dit merk persoonlijk nog niet. En ze hebben super mooie nieuwe liquid lipsticks. Onder andere deze Roya. Hij is echt super goed gepigmenteerd. En er zit ook een oogpotloodje bij en nog een paar sampletjes. Dan ga ik verder met een item van Anastasia Beverly Hills. Ze hebben namelijk een nieuwe brow definer ontworpen. Ik heb de kleur taupe. Ik had van de dip brow had ik soft brown. Maar ik vond hem net even iets te warm. Hij was een beetje oranje. Velen van jullie zeiden dat ook al. Maar ik heb dus een brow definer in de kleur taupe. En deze is wat beter. Ook voor aan het begin van mijn wenkbrauwen. Het is een puntje en hij heeft echt goed pigment. En hij heeft ook een spoelie aan de andere kant. Hou mijn blog zeker in de gaten, want deze ga ik zeker weten reviewen. Oké, ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik heb een luchtje van Moschino. Correct me if I'm wrong. Maar het is dus een luchtje. En niet schrikken, want het is echt een hele rare vorm. Ik weet niet of jullie Moschino kennen. Maar hij staat erom bekend om de gekste dingen eigenlijk wel. Zo hebben we hier een parfum. Een soort van, hoe noem je dit? Ruitenwisser ding, weet ik veel. Of een ruitenvloeistof of zoiets. Nou, iets met schoonmaken heeft het te maken. Maar de parfum zelf, je kan helaas niet hiermee spuiten. Maar wel hiermee. Hij is echt super lekker, super fris. En deze ga ik ook zeker weten reviewen. En deze komt pas in maart uit. Maar deze zat er dus ook in. In echt een hele mooie verpakking. Kijk. Dan heb ik nog wat producten van een ander merk. Ik weet, dit is van Instituut Karité. Het is een handcreme. En deze heb ik geroken. Hele neutrale geur. Heel erg fijn. En dan nog een ander product. Hij ziet er super leuk uit in een tinnen doosje. Dan, dit is een soort van olie. Nu is het vaste vorm, maar als je er wat uithaalt, het uitsmeert en wordt het een olie met je eigen lichaamstemperatuur, zeg maar. Als je het uitsmeert. Het voelt echt super lekker. Dus deze. En dit is van... Oh, dit is ook van hetzelfde merk van handcreme. En dan als laatste heb ik van het merk Sampar een... volgens mij een gezichtsreiniger. Ze liet het zien en zelf waterproof make-up ging er vanaf. En een hele liquid lipstick ging er vanaf. Dus dit kun je gewoon gebruiken zonder dat je water gebruikt. Je kunt ook een watje gebruiken. Dan heb ik nog iets heel erg bijzonders. Namelijk een spons. Dit heet Sponge Me. Je kunt hier je gezicht mee schoonmaken. En dat zorgt voor moisturizing, deep cleansing, removes make-up, gently exfoliates. En nog maar allemaal andere dingen. Ik heb hem in Hydrate, omdat ik best wel een droge huid heb. Dus ik ben hier echt super benieuwd naar. Dan heb ik nog iets heel erg bijzonders. Dit zijn de Allure Crystal Pad. Hiermee kun je je haar verwijderen. Bijvoorbeeld van je benen. En dat doe je zonder een mesje of zonder water of wat is het. Ik heb deze in het blauw. En ik heb hem al geprobeerd en dat werkt echt super goed. Ook heb ik nog super veel foldertjes meegekregen. Altijd super handig. Als je nog wat wil lezen voor in je review, zeg maar, als je dat wil verwerken. Dan heb ik ook nog servetjes. Deze geef ik gewoon aan mijn moeder, daar zou ze wel blij mee zijn, denk ik. En dan de laatste twee dingen. Dit is een nagellakje van het merk Alessandro. Een heel leuk roze lakje. En dan heb ik ook nog een etuietje van Oilily met een kikker erop. En er zitten vier lippenbalsems in en ze ruiken echt super lekker. Vanille, strawberry, coconut en cherry. Dus dat zijn vier super schattige lippenbalsems. Heel erg leuk. Nou, dan was dit een mega goodie bag. Het was echt mega veel. Ik ben er daarom ook echt super blij mee. En hou zeker mijn blog in de gaten. Ik ga het allemaal reviewen. En ik hou jullie wel op de hoogte. Ik zal even mijn blog in het i'tje linken. Ik weet niet daar of daar. Maar oké, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat er allemaal in de goodie bag zat. En ja, hoe het was om naar een event te gaan, zeg maar. Dan was dit de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!